welke motieven de heer Brax, tevens oud-minister van Visserij, bewogen mij net voor mij het voor hem kennelijk van belang zijnde pocketboekje te overhandigen, blijven raadselachtig. Kijken hier. Oh ja, ja, ja. Je ken je al, hè? Compliment. Ik heb je voor het eerst in leven blijven bezig gezien. Ik ben jaloers op. Omdat ik dat ook niet kan. Dat op de buis. Woorden schieten tekort in het aangezicht van. Ja. Dat jij voor de KRO mag en kunt optreden. Oh, Jezus. En zo. Ik deug toch? Ja, ja. Daarom krijgen we het dan. Je mag het een beetje persoonlijk vertalen. Een stukje voorlezen. Ik ben wel benieuwd. Oh god. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Dus je associeert de KRO wel dusdanig met God om de... Echte goden, echte goden. I see. Echte goden die in deze tijd passen. Maar verloochenen die van het verleden niet, want die past ook in hun tijd. Ik heb al mijn handen vol aan het leven op aarde. Ja. Ja. Welke motieven de heer Brax, tevens oud-minister van Visserij, bewogen mij net voor mij het voor hem kennelijk van belang zijnde pocketboekje te overhandigen, blijven raadselachtig. God op de buis, heet het en blijkt een quasi zwaar geïnformeerd zinloos verslag. God is op de buis. In Vlaanderen en in Nederland. En het beste in Nederland. Zit jij nog bij de KRO? Ik zit er niet. Ik ben daar. Ja. Ik ben de baas hier. Weet je dat? Ah. Ik ben de baas hier. Shit. Niet een echte baas. Maar... De voorzitter. Ja. Goed dat je bij ons optreedt. Ik doe het niet alsof dat een uitzondering. Ik doe mijn hele... Mijn eerste... Theo Stokkings was een van de eerste... Maar ik heb het nooit zo erg met ons lieve heer zelf geassocieerd, hoor. Ja, dat gaat in tegenstelling tot de katholieke illustratie. Je begrijpt toch wel dat wij ook twijfelen, maar wij willen er toch in geloven. Daar mag je ook bij ons komen.